بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله محمد وآله الطاهرين. كب إيتس مير موتيفاتسي نودخ دور يولي صلوات نلاود صلوات على محمد وآل محمد. Broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elk mens is in zijn leven bezig een reis van vervolmaking te maken. Elk mens is in dit leven bezig om zich continu te evolueren, te verbeteren, te veranderen tot dat wat goed voor hem is. Elk mens is bezig met het zoeken naar de waarheid, naar dat wat hem persoonlijk een perfecte schepeling maakt. Wij zijn allemaal in ons leven op zoek naar dat wat ons vreugde brengt. We zijn allemaal op zoek naar informatie, naar een weg die ons geluk brengt in dit leven. Elk mens die deze zoektocht begaat, elk mens die deze zoektocht tot een goed einde probeert te brengen, moet zich een aantal vragen stellen die belangrijk zijn voor het vinden van deze pad. En ik licht er drie belangrijke vragen uit die heel veel in deze zoektocht duidelijk kunnen maken. De eerste vraag die men zich stelt is de vraag: waar kom ik vandaan? Wie heeft mij gemaakt? Wie laat mij bewegen? Wie zorgt ervoor dat dit systeem waarin ik woon, waarin ik leef, waarin ik functioneer, wie zorgt ervoor dat dit systeem blijft bestaan? Wie zorgt ervoor dat na mij anderen komen? Wie zorgt ervoor dat er mensen geboren worden en mensen doodgaan? Dat is de eerste vraag. Wat is het begin en wie regelt dit allemaal? De tweede belangrijke vraag die men zich moet stellen wanneer hij zich in dit leven begeeft is: hoe is het einde van dit leven? Als ik eenmaal uit dit leven gestapt ben, wat is het einde dan van mij? Waar kom ik terecht? Wat betekent het einde? Wanneer is het einde? En wat moet ik doen om dat einde, om die einde zo goed mogelijk te maken? Dat zijn twee belangrijke vragen waarin je een periode stelt voor jezelf, waarin je groeit tot een perfect persoon om dat einde zo goed mogelijk te maken. En de derde belangrijke vraag die je moet stellen om de perfectie te bereiken is natuurlijk: hoe bereik ik de perfectie en welke middelen heb ik om mij als persoon in deze periode zo goed te ontwikkelen dat het einde het beste einde is? En wanneer wij ons deze drie vragen stellen en hier erg over na gaan denken, dan kom je vanzelfsprekend op iets wat geloof heet. Want de eerste vraag die iedereen zich stelt: hoe ben ik gemaakt en wie regelt dit systeem? Daar hebben jij en ik een duidelijk antwoord op. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala, de God die ons geschapen heeft, waar er maar één van is, die het systeem heeft gemaakt zoals het is,
om door te gaan wanneer hij beslist dat het einde is. Allah subhanahu wa ta'ala is het antwoord op de eerste vraag. En dan vragen we ons af, wat is dan het einde? Waar kom ik terecht als ik klaar ben met dit leven? Daar geeft ons geloof alweer een antwoord op. Want het is de ma'ad waarin Allah subhanahu wa ta'ala al ons levens weer doorneemt met ons. En uiteindelijk het eeuwige leven geeft. Hopelijk dat dat eeuwige leven een goed leven zal zijn. Dat is ma'ad, het antwoord op onze tweede vraag. En de derde vraag, jullie raden het al. Hoe en welke middelen heb ik? Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala ons gegeven heeft. Namelijk de profeetschap en nubuwa. En met deze drie kenmerken kan jij je als persoon vervolmaken. En laat het zo zijn dat deze drie kenmerken de pilaren zijn van ons geloof. De drie belangrijkste pilaren van de islam zijn de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, de ma'ad en nubuwa. En in elke stroming binnen de islam zijn dit de drie pilaren van geloof waar we allemaal over eens zijn. Natuurlijk hebben wij binnen de volgers van Ahlul Bayt nog twee belangrijke kenmerken. Rechtvaardigheid en imamen, leiderschap, waarin ons geloof vervolmaakt wordt. En daarom, broeders en zusters, is het zo belangrijk om te weten wat een profeet is en waarom we een profeet nodig hebben en wat de kenmerken zijn van een profeet. Immers, het is een belangrijke basisprincipe van ons geloof. Verder zelfs, het is een belangrijke principe voor ons geluk. Als wij weten wat een profeet is en wat zijn functies zijn, dan kunnen wij deze profeet gebruiken in ons zoektocht naar ultieme perfectie. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ik zal een aantal kenmerken van de profeetschap hier met jullie bespreken. Lang niet allemaal, omdat de tijd daarvoor te klein is. Maar een aantal belangrijke dingen om profeetschap te begrijpen, zullen we vandaag doornemen. En om profeetschap te begrijpen, moeten wij drie stellingen bedenken en daaraan vasthouden. Het eerste is dat de mens geschapen is door Allah en dat de mens de keuze heeft tussen het begaan van zonden en het begaan van dat wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons geschreven heeft. De mens heeft de keuze tussen het goede en het kwade. De mens heeft de keuze tussen vreugde en verdriet. De mens heeft de keuze te nemen dat wat hem naar ultiemheid, naar perfectie leidt, en de keuze om iets te doen wat hem juist de afgrond inbrengt. Wanneer wij begrijpen dat wij die keuze kunnen maken, dat wij die keuze moeten maken, dat is de eerste stelling op weg naar het begrijpen van profeetschap. De tweede is dat een persoon in al zijn handelingen de middelen nodig heeft om tot die handeling te komen. Het is simpel genoeg om te weten dat wij niet hier kunnen zijn, niet hier kunnen komen naar deze plek zonder de vervoersmiddelen te hebben. Ik kan niet slagen voor school zonder de boeken te lezen, zonder de leraren te hebben. Ik kan niet werken zonder informatie en kennis die mij brengt tot het goede in mijn werk. We hebben de middelen nodig. En het derde is te begrijpen dat de menselijke verstand in zijn zoektocht naar ultieme vreugde tekort komt om alles te weten. De mens, want soms zeggen wij, inderdaad, we hebben middelen nodig. We zijn allemaal op zoek naar vreugde, maar ik bedenk het zelf wel. Ik als mens
weet heel goed wat mij vreugde brengt en wat niet. Maar we moeten begrijpen dat het menselijke verstand tekort komt om de ultiemheid te kunnen bereiken. En dat heeft drie belangrijke redenen. Het eerste is dat iedere mens verschilt. Jij en ik zitten op een andere gedachtenniveau, IQ-niveau, bedenkniveau. Wij hebben allemaal een verschillende manier van denken. Dat betekent dat wij nooit volledige overeenstemming kunnen bereiken over dat wat goed is. De mens verschilt te veel. Ik wil niet zeggen in slimheid, want dat is het niet, maar in intelligentie. Om dat te vinden wat hem naar ultieme vreugde brengt. Het tweede is dat door dat verschil in gedachten en in intelligentie er een noodzaak is tot regelgeving. Wij als mens zijnde komen tekort om uit onszelf dingen te bedenken. Bijvoorbeeld dat niemand gaat stelen. Dat niemand met dit weer, met deze regen, over de snelweg niet sneller dan 100 rijdt. Daar heb je van die borden nodig die ons daarop wijzen. Wij als mens zijnde hebben regelgeving om als mens en als maatschappij te groeien en te verbeteren. En als we kijken naar regelgeving, dan zien we dat de regelgeving die door de mens is vastgesteld, eigenlijk onderhevig is aan verandering. Hoeveel regels veranderen wel niet hier in Nederland? Kijk maar naar de afgelopen periode. Hoeveel regels en wetten zijn veranderd door de loop van de jaren? Dat betekent dat er ergens een fout was in deze regel. Regels neerzetten die de ultieme perfectie van ons maken, daar komen wij als mens tekort voor. En het derde bewijs dat ons menselijk verstand tekort komt om mensen op weg naar ultieme perfectie te leiden, is wat we nu zien in de wereld. Wij zijn mensen. Mensen komen aan de macht. Kijk maar naar de landen. Kijk maar naar het Midden-Oosten. Kijk maar naar Zuid-Amerika. Waar mensen aan de macht kwamen en die het hele land tot de afgrond hebben gebracht. Mensen komen aan de macht en begaan fouten, begaan misdaden. Dat komt omdat het menselijk verstand tekort komt om een leiding te kunnen geven, om eerlijke leiding te kunnen geven aan een gemeenschap en een land. Kijk maar naar religieuze leiders die soms zulke uitspraken doen die ver staan van vrede, van vreugde. Het gaat alleen maar over afslachten, het gaat alleen maar over ruzie, het gaat alleen maar over het verschil tussen mensen. Het gaat alleen maar ik ben goed en jij bent slecht. In de naam van religie. Dat betekent dat ons menselijk verstand gewoon tekort komt om onze weg naar perfectie zelf uit te stippelen. En op basis daarvan hebben wij profeten nodig. Op basis daarvan is het nodig dat dit geloof en elk geloof een personage heeft die de weg naar perfectie aan ons kan uitleggen. En als we het toevallig hebben over geloof, dan moeten we weten dat de basis van het komen tot de behoefte van profeten, als wij bedenken dat wij profeten nodig hebben en een geloof nodig hebben, dan zijn er twee belangrijke eigenschappen. Het eerste is ons eigen verstand, maar het tweede zijn de overleveringen die de profeet en Allah subhanahu wa ta'ala via zijn heilige boek aan ons heeft nooit neergezonden. En deze twee, deze combinatie, maakt van ons een perfect persoon. Als we het hebben over profeten, wat is de functie van zo'n profeet? Wat voor functie heeft een profeet in het dagelijks leven? Want dat is een belangrijk punt. Als wij het hebben over onze heilige profeet Mohammed,
dan moeten wij weten wat voor functie hij heeft in ons leven. We hebben het er wel over en we zijn de volgelingen van. En elke keer als zijn naam genoemd wordt, doen wij de salawaat. Maar wat voor invloed en functie heeft deze persoon op mij? Er zijn drie belangrijke eigenschappen. Heel veel dingen komen vandaag in drievoud in deze lezing. Drie belangrijke eigenschappen van deze profeten. De eerste daarvan is dat het menselijk verstand om dingen te kunnen begrijpen, en niet alleen om te begrijpen, maar om verder te groeien, is gebaseerd op twee belangrijke dingen. Het eerste is ervaring. Die en die heeft dit meegemaakt, dus doe ik dat niet, want dat is fout. Je hebt zelf de ervaring dat je een bepaalde beslissing hebt genomen wat verkeerd heeft uitgepakt, dat doe je niet meer. Zo ook met wetenschap worden dingen getest en op basis van ervaring kom je tot een conclusie. En van deze conclusie leer je weer. En het tweede is natuurlijk kennis. Kennis vergaren. Weten wat er speelt. En laat het zo zijn dat de heilige profeten komen om dit gat in het menselijk verstand op te vullen. Wij zijn allemaal geschapen door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah heeft het geloof in ons gezet. Allah heeft ons geschapen. En als wij zo waren zoals we geschapen werden en blijven groeien, dan was er niemand die ongelovig was. De fitra, zoals dat genoemd wordt, is er eentje die gaat richting geloof. En alles, alle profeten die neer zijn gezonden en alle gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala aan ons heeft gegeven. Kijk maar naar aarde, naar water, naar lucht, naar zon, naar adem, naar lucht, alles. Dat zijn gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala aan ons heeft gegeven. En toch vergeten wij Allah. En toch denken wij vaak dat wij zo ver zijn dat we dingen zelf kunnen bedenken en beslissen. En dat zie je tegenwoordig, helaas. In onze eigen maatschappij, als wij zien dat sommige jongeren claimen meer te weten dan onze maraja bijvoorbeeld. Sommigen van ons claimen dingen te kunnen bedenken zonder te komen tot diegene die Allah subhanahu wa ta'ala, de profeet en onze imams hebben gekozen om voor ons te beslissen bij bepaalde vragen. Sommigen van ons claimen om pure fiqh vragen te kunnen bedenken, over te discussiëren en uiteindelijk te zeggen, ja, ik vind, jij vindt, nee, laat maar. Weet je wat, ik volg geen marja meer, want ik geloof niet meer in ze. Dat zijn mensen die niet alleen de maraja hebben vergeten, die niet alleen de profeten hebben vergeten, maar die Allah subhanahu wa ta'ala zijn vergeten. Die claimen dat hun menselijk verstand groter en beter is dan de profeet. Dat ze zelf dingen kunnen bedenken. Waak daarvoor. Op forums, op internet. Zulke vragen komen. Broeders, waak daarvoor. Het grootste gevaar is om te gaan discussiëren over fiqh-vragen. Omdat wij denken dat we slim zijn. Zo slim zijn we niet. Ik durf geen idee of mening te geven over een fiqh-vraag. Daarvoor zijn mensen die gespecialiseerd zijn. Daarvoor zijn mensen die de profeet en Ahlul Bayt volgen. Dat zijn mensen die alles leren wat de profeet heeft gezegd over bepaalde eigenschappen en daarop hun fatwa kunnen vaststellen. Wij kunnen dat niet. Maar de mens heeft continu iemand nodig die zich laat herinneren wat Allah subhanahu wa ta'ala is. Daarom zegt Allah in zijn heilige boek, innama anta mundir. O profeet, jij bent een waarschuwer. Jij moet aan de mensen vertellen en zich laten herinneren wat Allah subhanahu wa ta'ala is en wie Allah is en hoe je tot hem komt. Innama anta mudhakkir. Jij bent iemand die de mensen laat herinneren. Dat is de eerste functie van een profeet. En dat is de functie die wij nodig hebben om op het juiste pad te blijven. Want het is de profeet
met zijn gezegdes, met zijn manier van werken, die ons laat herinneren wie Allah subhanahu wa ta'ala is en wat hij van ons wil. Dat is het eerste. De tweede eigenschap van een profeet is het fungeren als een idool, als een prototype. Want in sommige handelingen zie je mensen verschillend reageren, verschillend handelen. Mensen proberen mensen na te doen. We weten allemaal, zelfs als je voor een bepaalde baan solliciteert, als ze je vragen stellen, één daarvan is, wie is jouw idool? Wie volg jij? De mens heeft een bepaald persoon nodig die hij als idool, als prototype ziet. Iemand die hij zo wil zijn. Dat was geen goed Nederlands. Een persoon heeft altijd iemand nodig als voorbeeld. Ik wil zoals hem zijn. Wa lakum fi rasulillah uswatun hasana. Soms, Allah zegt, de profeet voor jullie is een goed voorbeeld. Allah zegt niet is een voorbeeld. En weet je waarom? Omdat de mens heel vaak die onjuiste keuze maakt. Vaak kiezen mensen een onjuist voorbeeld. Vaak zien ze iemand die 4 keer naar de sportschool gaat per week met een hele mooie lichaam en zeggen, zo wil ik zijn. Dat is de goeie. Niks op tegen. Maar jouw hoogste idool die jij wil bereiken, dat is de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Voor de liefde van onze profeet een tweede luide salawat. Het fungeren als prototype moeten wij in ons leven volledig hebben. Ik moet bijna met alles mij bedenken wat de profeet zou hebben gedaan. Wat zou onze profeet hebben gedaan in deze situatie? Hoe zou mijn profeet hebben gehandeld in deze situatie? Dat is ontzettend belangrijk. En het derde belangrijke is dat Allah subhanahu wa ta'ala de profeten heeft gestuurd. Waarom? Om als leider te fungeren. Zowel op politiek niveau als het nodig is. En op sociaal niveau als het nodig is. Want de profeet is niet gekomen alleen om jou en ik beter te maken. Om jou en mij beter te maken. Nee, de profeet is neergezonden om de hele maatschappij te laten groeien en te verbeteren. Dus de profeet sallallahu alayhi wa alayhi is iemand die een leider was op sociaal niveau, op politiek niveau. En als je het leven gaat lezen van al onze profeten, dan zie je wat voor effecten hun handelingen hebben gehad op de maatschappij. Soms worden vragen gesteld over de vrouwen van de profeet. Maar als je in de diepte gaat naar bepaalde vrouwen die onze heilige profeet heeft gekozen, dan kan je zien wat voor sociale impact, wat voor sociaal beleid voortkwam uit deze trouwerij van de profeet met bepaalde vrouwen. De profeet is neergezonden om ons als sociaal mens te dienen, te verbeteren. En wij zijn daarom verplicht om hem te volgen. Tegenover Allah, maar ook tegenover onszelf. Want wij zijn diegene die voort willen gaan op de weg naar perfectie. Voor mezelf. Wie is er beter dan de heilige profeet te kiezen als idool? Dat is het tweede onderwerp wat ik aan heb geraakt. En het derde en laatste onderwerp wat ik met jullie wil bespreken en wat soms ter discussie komt, is de onfeilbaarheid van de profeet. Oké. Dat is een profeet. Dat is iemand die neergezonden is. Mooi. Dat is een mooie personage, is een bekende personage in de boeken. Maar wie zegt dat hij nou altijd de waarheid spreekt? Hoezo kunnen wij hem volgen als hij ook een mens is? En er zijn
logische redenen om te bedenken dat Allah subhanahu wa ta'ala van deze mensen reine mensen en onfeilbare mensen heeft gemaakt. En dat is één punt wat ik wil bespreken. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer hij mensen zendt, wanneer hij profeten stuurt naar ons om de weg naar perfectie te vinden, en hij stuurt ons iemand die fouten begaat, of iemand die wel eens het verkeerde doet, dan zijn er drie redenen ervoor als dat zou gebeuren. Het eerste is, als Allah subhanahu wa ta'ala het bedoeld heeft om ons op het onjuiste pad te brengen. Als Allah zegt, ja, ik ga die mensen voor de gek houden bijvoorbeeld. Nou, we weten allemaal, en de Koran zegt dat duidelijk, dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen maar het goede voor ons heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft altijd het voornemen om diegenen die geloven beter te maken. Allah wil ons alleen maar het goede geven. Dus het kan niet zo zijn dat Allah het voornemen heeft om ons op het verkeerde pad te brengen. Het tweede is, als Allah subhanahu wa ta'ala niet weet wat er gaat gebeuren, of niet weet hoe hij deze profeet moet kiezen, of wie hij moet zenden. Ja, het is onduidelijk wie het is. Dus of die en oh ja, hij begaat een fout. Jammer. Als wij geloven dat Allah subhanahu wa ta'ala de alwetende is, de almachtige is, die alles kan en alles weet wat hij doet. En we lezen in de Koran heel veel verzen daarover, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata. Allah weet veel beter wie hij kiest om zijn boodschap over te brengen. Dus het kan niet zo zijn dat Allah het niet weet. Het derde is, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala niet de kracht heeft of niet kan waarborgen dat zijn geloof, zijn boodschap overgebracht wordt. Wij zeggen Allah de Almachtige. Allah is diegene die alles kan doen wat hij wil. Daarom is het niet anders dan dat hij kan en zal deze boodschap beschermen en heilig maken. En dat komt, daarmee kom je tot de conclusie dat een profeet geen fouten begaat. Dat een profeet niet doet wat hem verboden is. Niet alleen dat. Wij geloven dat de profeten zo heilig zijn, zo onfeilbaar zijn, dat Allah subhanahu wa ta'ala hen de kracht geeft om niet eens over dat slechte na te denken. Niet eens over de zondes te kunnen nadenken. Soms, jij en ik, zijn maar mensen. Soms zien we dingen die zondig zijn en ons hart gaat toch een beetje spelen. Zal ik het nou wel doen of zal ik het nou niet?